Waar ga je feesten? De Linde. Dat is voor kleine kinderen, toch? Ja, ik ben kleine kinderen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Het is er bijna carnaval en daarna komen er natuurlijk weer heel veel andere bijzondere dagen aan bod. Bijvoorbeeld Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en zo nog veel meer. Wat gaan we over een maandje vieren? Carnaval. Echt carnaval? Ja, carnaval. Feestdagen hou ik niet van. En niet carnaval? Nee, zeker niet van carnaval. Gaan jullie drinken met carnaval? Nee. Nee, hoe oud ben je dan? 14. Oké, kijk. Ik heb een vraag over carnaval voor jullie. Nee, bedankt. Gaan jullie zelf nog carnaval vieren? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Hou ik niet van. Oh, en jij? Nope, ik ga altijd skiën. Oh ja, dat doen heel veel mensen. En jij? Nee, sorry. Weet je ook wat we 40 dagen na carnaval vieren? Zo. Pasen? Ja, klopt. Wel Pasen, ja. Weet je wat er 40 dagen na carnaval komt? Nee. Pasen. Carnavalkenner. Pasen, ja. Ja, heeft dat niks met carnaval te maken? Nee. Kerstmis? Nee. Dat is 40 dagen voor. Dat is 40 dagen voor, toch? Bijna. Maar als even terug naar het carnaval, vier je het zelf? Ja. Wat doe je dan? Feesten. Ja. En wat voor feestjes, naar wat voor feestjes ga je dan? Gewoon dingen. En waar ga je feesten? De Linde. Dat is voor kleine kinderen, toch? Ja, ik ben kleine kinderen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Kuikskroegentocht. Oh, kroegentocht in Kuik, ook leuk. Ben je er vaker geweest? Ja, vorig jaar. En? Ja, was wel een succes. Ga je dan nog met Pasen feestje vieren? Pasen, ja, ik doe daar niet echt helemaal wat mee, denk ik. De volgorde van die dagen, die wordt nog wel eens vergeten. Want is het nu eerst Pasen of eerst Pinksteren? In welke maand valt Hemelvaartsdag eigenlijk? Weet je ook toevallig de volgorde van al die dagen? Pasen, Pinksteren, Hemelvaart? Oh, eerst carnaval, dan Pasen. Nee. Weet jij dat? Nee. Weet jij het? Jij? Nee. Eerst Hemelvaart, Pasen, dan Pinksteren, toch? Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Oh. Weet jij de volgorde van de feestdagen van Pasen, Pinkster, Hemelvaart? Nee. Je hebt wel een groene jas. Ja. Nou, doei. En dan tot slot nog even terug naar het carnaval. Want op welke datum begint die carnavalsperiode ook alweer precies? Maar weet je toevallig wel wanneer het carnaval is? Wanneer het begonnen is? Wanneer het begint? Ja. In maart ergens? Ja, maar het is nog iets eerder begint het officieel. Oh ja, weet ik niet. Wanneer het begint? In de carnavalsvakantie. Ja. Ja, dat is deels wel waar. Maar wanneer begint het echt? Het begint op een bepaalde maand. Hij weet het. Weet jullie wanneer het carnaval is? Half februari. Ja, wanneer het echt maart. Begint. Maart. Nee, 11 november gewoon. Ja, klopt. 11 november. Wanneer begint het carnaval? Weet ik niet. Maar het is al begonnen? Ja, ja. Het is in januari begonnen? Bijna. Februari. Nee, vorig jaar. Oh, december. Een maand ervoor. November. Ja, 11 november begint het. 11 november. 11 november? Oh ja, dat wist je niet. Nee, dan is het toch... Ja, dan is het Martje. Ja, ook. Willen jullie nog even de video afsluiten? Ja. Voor ons? Ja, even volg Krijn Sanders op Instagram. Abonneer op Murray Vlogs. Hey, zeg maar wat hier op deze microfoon staat. Abonneer daar maar op. Abonneer op, niet op. Doe maar wel. Ja, jongens, dankjewel, hè.